De PrEP-tablet is morgen 1 september ook beschikbaar in Suriname. Naast het gebruik van een condoom en andere voorbehoedsmiddelen is er ook een PrEP-tablet die gebruikt kan worden om het HIV-virus te kunnen voorkomen. Dit is een nieuwe preventiemaatregel die samen met het ministerie van Volksgezondheid wordt geïntroduceerd. Dit gaf directeur Nancy Bandu aan na een gesprek met de redactie van de STVS Nieuwsdienst. Wij als lobby hebben aangegeven dat we in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een nieuwe, voor Suriname althans nieuw, in 2015 al goedgekeurd door de WHO en een heleboel landen al geïntroduceerd, ook in het Caribisch gebied. Wij zijn mogelijk een van de weinige of latere landen die het nu gaan introduceren. Maar we komen dus met een nieuwe preventieve methode die dus erop gericht is om HIV te voorkomen bij mensen die dus HIV negatief zijn. En dat is dus, we noemen het heel kort PrEP. En PrEP staat dus voor pre-exposure prophylaxis. Bandu geeft aan dat ze in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid een nieuw preventiemiddel voor Suriname hebben geïntroduceerd. Dit middel is sinds 2015 goedgekeurd in de Caribische landen. De PrEP-tablet is gericht om besmetting te voorkomen bij mensen die geen HIV hebben en bij hen die een verhoogd risico hebben om met het HIV-virus besmet te raken. Dit preventiemiddel is een combinatie van twee antiretrovirale tabletten, afgekort ARV. Het gaat dus om mensen die HIV-negatief zijn, die weten dat ze vanuit hun seksueel gedrag veel meer kans lopen op het krijgen van HIV. Dat zij deze pil vooraf kunnen gebruiken om te voorkomen dat ze toch nog HIV krijgen. Dat hebben wij dus geïntroduceerd. Maar als je komt met een toevoeging aan de bestaande preventieve methode die er is voor HIV-besmettingen, moet je niet vergeten dat er nog altijd voorlichting nodig is.